Dag dames en heren, het is maandag 23 december en u kijkt naar de laatste aflevering van de derde helft. Nog één keer praat ik een half uur over sport. Dat doe ik zoals altijd met drie gasten en ik stel ze aan u voor. De uit Middelburg afkomstige oud-judoka Elisabeth Willeborse won brons bij de Olympische Spelen in Peking in 2008. Deed daarna een opleiding tot arts, maar staat nu weer voor een terugkeer op de mat. Willeborse wil coach worden en misschien wel op het allerhoogste niveau. De man naast Elisabeth weet veel van coachen en was in het verleden ook de coach van Elisabeth. Wim Geelhoed is inmiddels 80 jaar en het judo ligt hem nog steeds na aan het hart. Hij heeft ideeën om zijn sport naar een hoger plan te brengen. En rechts van mij aan de tafel Meerten Dallinga uit Sluiskil, de man die het biljarten op topniveau naar Zeeuws-Vlaanderen bracht met wereldbekertoernooien en een WK en anno 2019 nog altijd een topploeg in de Eredivisie, het hoogste landelijke niveau. Daar gaan we het over hebben, maar we beginnen zoals altijd met de stellingen. Ja of nee antwoorden en daarna mogen jullie erop terugkomen. Elisabeth, ik heb het maximale uit mijn actieve carrière gehaald. Nee. Meerten, ik verlang nog regelmatig terug naar de tijd dat we wereldbekers en een WK organiseerden in Sluiskil. Ja. Wim, het is onbegrijpelijk dat de judobond niet meer doet met mijn ideeën over judo. Klopt. Elisabeth, niet het maximale eruit gehaald. Toch een medaille gehaald op de Olympische Spelen. Wat had er meer in gezeten? Nou, een kampioen natuurlijk. Ja, ja. Dus dat is. Dat vraag je aan nu op dit moment een topsporter nog. Dat zo voelt het in ieder geval op dat moment. Daar hoort alleen maar het kampioen worden bij. En niet alles wat daaronder zit. Nee. En ik denk dat het er ook wel in had gezeten. Maar dat geldt voor iedereen die op dat niveau natuurlijk op dat moment bezig is. Die hebben allemaal de mogelijkheden en de competenties om kampioen te worden. Ja. Dus als je dan zegt, heb je het maximaal eruit gehaald? Nee, dat voor mijn gevoel niet. Maar wel ontzettend veel gewonnen. Ja. Ja, klopt. Ja. Zij zei terwijl ze een beetje op haar lip beet. Want, zo voelt het niet? Ja, nee, nu je leert uiteindelijk om daar ook wel tevreden mee te zijn met alles wat je hebt binnengehaald. Maar zeker de Olympische Spelen van 2012, dat is wel, heeft wel echt een knauw opgeleverd, moet ik zeggen. En dat is dan op dat moment, neem je dat mee als je afscheid. Ja, dat is geen leuk afscheid. We praten er straks over verder. Meerten, jij zegt, ja, ik verlang nog wel eens terug naar die tijd. Nou, organiseer maar weer, zou ik zeggen, zo'n wereldbeker. Ja, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ja, dat kriebelt altijd nog wel. En er komen inderdaad weer mogelijkheden. Dus ik ben al gevraagd, ik ben al in overleg geweest. Dus ik ben aan het rondkijken. Oké, okay, dus het zou kunnen dat het terug gaat keren? Kan best, ja, kan best. En hebben we het dan weer over het Meulengat, waar het altijd was in Sluiskil? Nee, het zal nu toch iets groter zijn. Oké. Okay. Het was toen enorm natuurlijk. En voor onze regio's was dat heel speciaal. Maar het vraagt nu nog veel meer. Ja. Dus het moet groter. En waar zit hem dat dan vooral in? In accommodatie of ook in andere dingen? Ja, vooral in accommodatie. Je hebt heel veel faciliteiten nodig. En je krijgt veel meer mensen op bezoek. Dus ja, we zijn er mee bezig. Maar veel meer dan vroeger, denk ik, of niet? Ja, het is toch wel geëxplodeerd. Ja. In bepaalde landen is het echt, echt enorm geworden. En dus dat vraagt automatisch veel meer. Ik hoor er straks veel meer over graag. Wim, jij zegt van ja, de judobond moet meer doen met mijn ideeën. Want je bent 80 jaar, maar je bent er nog altijd dagelijks mee bezig, hè? Ja, inderdaad. En ik hoop dat het verandert, want de kinderen moeten veel meer spelen. Het judo moet speels zijn en niet zo ouderwets en gericht op hardheid. Nee, plezier moet terug in het judo. Ja, en er is te weinig plezier? Ja, en dat komt ook omdat men te vlug naar resultaat wil, naar een wedstrijd toe. Terwijl gewoon judo is een stoeisport, spelen. En dat wil ik terugzien. Nou, over die ideeën gaan we het ook straks nog uitgebreid hebben. Je hebt zelfs poppetjes meegenomen om het uit te beelden. Ik ben zeer benieuwd. Ja. Maar we kijken eerst naar ons overzicht van het afgelopen weekend. En daarbij is de blik gericht op het rolstoelbasketbal. In dit laatste weekoverzicht van het jaar geen cynisme, maar bewondering. Want waar veel sporters dit weekend al aan het uitrusten waren, werd er door RBVM uit Middelburg nog volle bak gespeeld. En ambitieus dat ze zijn. In Nederland kunnen we gewoon mee met de top. Daar ben ik heilig van overtuigd. Daar hebben we echt genoeg kwaliteiten voor. In Europa, ja,
Je hebt Europa Cup 1, 2 en 3. Europa Cup 1 is echt dat is gewoon te hoog gegrepen. Dat gaat hem niet worden. 2, nou laten we daar eens naartoe werken. Ja, ja, je hoort het goed. Europa Cup in Middelburg. Deze oud-motocrosser Juri van Lieren is tegenwoordig een van de spelers. En ook hij is niet van, we zien wel waar het schip strandt. Over 5 jaar Paralympische Spelen. Zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Compleet anders dan de doelen vroeger met motocross. Maar ja, ja, het hoogste niveau zou ik graag willen halen. En dan is Paralympische Spelen over 5 jaar is toch wel een beetje mijn doel. Ga ervoor, Juri. En oh ja, voor wie denkt dat hij gehandicapt moet zijn om bij dit team te kunnen horen? Mensen komen aanlopen, waar ik heel blij mee ben. Want er bestaat natuurlijk nog steeds toch wel een behoorlijk taboe over rolstoelbasketbal. Je moet toch wel echt wel flink gehandicapt zijn om in een rolstoel te gaan zitten. Niets van waar dus. Het is een sport voor iedereen. RBVM wil er dolgraag nog wat spelers bij die ook Europees denken. Maar let wel op, je moet wel tegen een stootje kunnen. De rolstoelbasketballers van RBVM. Afgelopen weekend slaagden ze erin om de bekerfinale te bereiken. Die komen er dus wel. Ik ga praten met een van de weinige Olympische Zeeuwse sporters die een medaille wonnen. Elisabeth Willeboortse deed dat in 2008 in Peking. En dat zag er zo uit. Aan de kant, zegt de scheidsrechter. Ik denk dat hij het podium gebruikt. Nog verder aan de kant. Ja, daar is de straf voor de Cubaanse. Het is niet spectaculair. Het is geen sensationeel judo, maar tactisch wel heel goed. En Elisabeth Willeboortse pakt op deze manier een mooie bronzen medaille. Een prachtige bekroning voor haar geweldige seizoen. 5 keer won ze op rij een World Cup. En nu verslaat ze Driulis González, 29 jaar. Zeeuwse van geboorte, woonachtig in Rotterdam. Geen grote euforie. Is het op terug te zien? Gek. Ja? Ja. Kijk je nog wel eens naar? Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. En dan nog steeds overheerst 11 jaar later van het had beter gemoeten dus? Nou, dat toernooi niet zozeer, denk ik. Ja, ook wel, maar ja, dat liep gewoon zo. Dat was zo'n een achtbaan van emoties en alles wat erbij kwam kijken. Dat is echt bizar. Ja. En hij zegt geen grote euforie, maar dat komt omdat ik sowieso niet echt type ben. Ja, soms wel, maar dan is dat totaal onverwachte victorie, zeg maar. Zoals bij de EK in 2005, ja, dan gebeuren dat soort dingen wel. Maar alle andere dingen die niet zozeer onverwacht zijn, dan ben ik meer blij en opgelucht dat de dag voorbij is. En dat dit dan het resultaat is geweest. En ik was daar wel echt ontdaan, hoor, moet ik zeggen. Ja, opgelucht dat de dag voorbij is. Zegt ook wel veel over hoe jij de topsport hebt beleefd. Je wilde bijvoorbeeld ook nooit weten tegen wie je had geloot. Nee, ook niet, nee. Nee. Nee, het was altijd het was echt wel een worsteling om die dag. Nou, en zeker de Olympische Spelen was wel dat was echt een worsteling al maanden van tevoren. Omdat alle mensen weten dat je daar naartoe gaat. En normaal gesproken weten ze nooit, als je naar een WK gaat, nou dat weten ze, dat zien ze dan een week van tevoren in de krant misschien. Maar voor de rest helemaal nooit. Maar nu wisten ze al maanden van tevoren dat ik mezelf had geplaatst. En ja, en ik wilde zelf natuurlijk. Ik ben dan de persoon die graag mezelf ook wil bewijzen. Niet alleen voor mezelf, maar ook onder andere naar Wim vroeger toe. En naar mensen om je heen. En dat leverde zo'n druk op van iedereen. En vooral, dat doe ik zelf natuurlijk, hè, die heb ik mezelf opgelegd. Maar het was ik heb maanden van tevoren liep ik al te janken, zeg maar. Dat ik echt dacht van, ja. Dus toen die dag aankwam, dat was ook zo'n. Maar dat is misschien wel extra knap dat je dan toch een medaille wint. Ik weet niet. Ik denk dat heel veel topsporters de dag zo een beetje bleven. Ik heb Marianne Timmer wel eens ooit horen zeggen dat ze ook liever het onder het ijs wilde zakken. Of door het ijs in wilde zakken voordat ze begon met de race. Dus ik denk dat heel veel topsporters wel een beetje dit zo voelen. Ja. Wim, jij hebt Elisabeth getraind toen ze nog jong was. Was ze toen ook al zo'n zenuwpees? Nee. Nee? Nee, niet zo erg. Nee. Hoe heb jij gekeken naar die successen die zij behaald heeft? Ik weet hoe het verloopt en hoe het judo gespeeld wordt. Dus het was niks bijzonders. Nee, maar toch wel bijzonder dat zij het zo goed heeft gedaan op mondiaal niveau. Ja, dat is netjes, hè? Dat is keurig. Ja, ja. Is dit de coach Wim Gielhout die we horen? Dit is de manier van hoe hij het benadert? Ja.
Ja, ik heb de laatste, met wie had ik het, ja, maakt niet uit met wie ik het over had, maar heb ik daarover gesproken en toen hadden we het over ik weet niet of dit Zeeuws is of dat dit hoort een beetje bij Wim natuurlijk, maar dat als wij thuis kwamen met een prijs en dan gingen we bij Wim langs, ja, kijk, we hebben een plek of een medaille meegenomen. Dan was het, nou joh, wel leuk voor je. Maar het was eigenlijk alleen maar goed als het een beetje een aanspreekbaar, een aanspreekbare titel was, zeg maar. Ja, dus ja. De eerste keer dat ik Nederlands kampioen werd, toen kreeg ik echt felicitatie. Dat weet ik nog wel. Maar alle andere, ja, dat hoorde er gewoon bij. Zo, dat was eigenlijk, ik weet niet, was het gewoon, ja? Het was helemaal gewoon, ja. Tijdens en ook na je carrière ben je gaan studeren. Hard gaan studeren om arts te worden. Ja. Ook geslaagd. Ja. Maar toch neem je daar nu alweer afscheid van. Waarom is dat? Ja, dat is... heb je even? Ja. Nou ja, er zit... Een beetje moeite met het zorgsysteem ook gewoon in Nederland, hoe het verloopt en hoe ik daar zelf tegenaan kijk. Eigenlijk wel geïnteresseerd in hoe je als mens, zeg maar, zo goed kan leven, een lifestyle kunt aannemen, dat je eigenlijk geen medicatie nodig hebt en dat je al heel veel dingen niet nodig hebt. En dan past dat niet echt in het huidige zorgsysteem. Zeg wordt maar. Te makkelijk naar medicijnen gegeven? Ik vind van wel. Maar ja. Niet door iedereen, hoor. Dus er komt wel een ommekeer. En dat is natuurlijk vrij lastig, zeg maar, om dat te bewerkstelligen. Maar is het dan moeilijk als je zo lang hebt gestudeerd om dat te bereiken, dat eindelijk kunt gaan doen, om dan te zeggen van ja, ik doe het toch maar niet, want het is... Ja, het is niet alleen dat, hè. Het is ook nog 37 zijn en afstuderen. Als je dan nog moet gaan beginnen met de specialisatie, waarbij je weer terug het ziekenhuis in moet en toch al eigenlijk wel een beetje van vooraf aan moet beginnen en dat je 80 tot 100 uur daarmee aan het werk bent, dat zag ik ook eigenlijk niet zo heel erg meer zitten. Dus het is een beetje een combinatie van meerdere zaken en op dat moment in een relatie zitten waarvan de partner jou nodig heeft voor het oprichten van zijn eigen judo-school als steun, zeg maar. En dat ik was ook niet goed te combineren met zo'n baan in het ziekenhuis. Dus uiteindelijk vond ik wel iets daarbuiten in de sociale geneeskunde. En dat beviel me eigenlijk ook wel. Maar daarin toch weer toch een beetje zoeken naar andere dingen. Ja, en nu gaat de focus weer op het judo, op het coach zijn. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, want Wim is natuurlijk ook altijd coach geweest. Ja. We gaan eerst kijken naar het 1-2'tje met deze week Nancy van de Ven, de motocrosser. Ah, leuk. De dame die vandaag te gast is een echte snelheidsduivel. Al een paar keer was ze bijna de beste van de wereld. Vandaag te gast in het 1-2'tje? Nancy van de Ven. En haar stel ik geen normale vragen, maar gekke vragen, zoals deze. Wat zou je doen als je één dag een man was? En als je bijzondere vragen stelt, dan krijg je ook bijzondere antwoorden. Oh, dan zou ik echt staan tegen een boom plassen. Ja? Ja. Wat is een typisch familietrekje van de familie van de Ven dat jij ook hebt overgenomen? Niet eigenwijs, maar gewoon echt dwars. Echt dwars, ja. Ja. Oké, en wat is, heb je daar een mooi voorbeeld van? Als bijvoorbeeld mijn vader denkt van, het moet zo. En je zegt, het kan misschien ook zo, net even wat er omheen of wat dan ook. Nee hoor, kan gewoon zo, moet gewoon zo. Ja, dus als jullie een IKEA-kast in elkaar zetten, dan gaat er geen handleiding gebruikt worden. Dat doet mijn moeder. Dat zulke dingen, dat moet gewoon mijn moeder doen. Want anders dan is het, hier zit wel een gat, maar die schroef moet daar niet. En in plaats van je met schroefdraaier in, wordt er gewoon een boor gepakt en een gat extra geboord. Weet je wel, zulke dingen. Ben jij een ochtend- of een avondmens? Ik ben het allebei niet. Oh, wat ben je dan? Ik ben denk ik een middagmens. En waarom ben je een middagmens? Ja, nou, ik kan s'avonds echt, val ik in om 10 uur in slaap. Als ik om 9 uur in mijn bed ga liggen, kijk ik op de klok en dan denk ik, oh, het is nog maar 9 uur, ik kan echt nu nog niet gaan slapen. Dus dan wacht ik nog een uurtje even serie kijken of zo. Ja. En als ik 's ochtends mijn bed uit moet, dan kan ik dat ook niet. Ja, is het ook fijn in je bed? Ja, soms ga ik 's ochtends mijn bed uit en dan kijk ik naar en denk, oh, ik kan niet wachten tot ik vanavond weer in mijn bed lig. Wat zou je doen als je één dag een man was? Dan zou ik echt staan tegen een boom plassen. Ja? Ja. Lijkt je dat wel? Ja, nou kijk, ik doe natuurlijk crossen en heel vaak zijn daar geen schone vrouwen-wc's. En dan denk ik, oh, het wel makkelijk geweest als ik ook tegen een boom aan kon gaan staan. Wie kunnen er beter autorijden, mannen of vrouwen? Ik denk dat vrouwen wel vooral voorzichtig zijn.
Dus dat ze ook echt goed opletten van, oh ja, we gaan niet dronken achter het stuur. Of we gaan goed kijken als we hier zo bij school komen, want er lopen natuurlijk kinderen. Ja, mannen die zouden misschien denken, oh ja, gas, maar... Vrouwen dus? Ja, ik denk het wel. Wat staat er op jouw bucketlist om ooit nog eens te doen? Nou, er stond dus op mijn bucketlist tot een tijdje geleden om ooit een keer met dolfijnen te zwemmen, want dat was echt een super grote droom. Hoe was dat? Ja, het was echt geweldig. Echt zo leuk. Ja, wat vond je zo mooi aan dolfijnen? Ik weet niet. Ze lijken me zo lief en schattig. Waren ze ook lief en schattig? Nee, ik had eigenlijk echt een kutdolfijn. Nee, dat was het al, dankjewel. Oké. Okay. Was leuk. Ja. Nancy van der Ven in de toekomst vast nog een keer wereldkampioen. We zien haar straks nog met de prijsvraag. Maar we gaan nu verder praten over het judo met Wim Geelhoed. Een trainer die meerdere kampioenen voortbracht. Maar zelf ook actief was als judoka. En er veel voor liet. Dat zei hij 10 jaar geleden tegen ons. Ik heb nooit van mijn leven gerookt. Nog nooit een glas bier gedronken. Want ik was vol voor de sport. En voor mijn 28e had ik ook geen verkering. Dus het was alleen maar vechten en trainen. Met die verkering is later nog wel goed gekomen, begreep ik, Kevin. Toch? Hoe was de actieve carrière om daarmee te beginnen? Och, ik heb altijd heel veel plezier gehad in het judo. Ja, en de manier waarop ik judo'de was ook zo dat ik dus in principe nooit meeviel. Ik probeerde een ander te gooien. Ja. En daar had ik veel plezier in. Maar dat tegenwoordig dat aan elkaar kleven en samen omvervallen en zo rollen, is voor mij geen judo. Nee, en daar zijn we gelijk bij jouw punt. Het judo moet anders. Ja. Je denkt er nog steeds veel over na. Je wil er een boek over maken. Ja. En je hebt er zelfs poppetjes voor meegebracht. Ja, want ik wil met die poppetjes een boek maken dat de beweging heel duidelijk is. En dat kun je ook zien en de mensen moeten kunnen volgen waarom dat het zo simpel en goed is. Want het hoeft niet moeilijk te zijn. Ik gebruik geen Japans, ik ben Nederlander en wij praten gewoon Nederlands in de bewegingen. En dan zie je dat die kinderen dat ook met het systeem van mij, wat bestaat uit 9 worpen, 3 waarmee je de ander veegt, 3 waarbij je de ander kantelt en 3 waarbij je de ander schroeft. En die heb ik dus duidelijk op papier staan. En die ga ik uitduiden met deze poppetjes. Laat er eens eentje zien. Nou, hier heb ik er 2. Kijk, ja. Deze die stond eerst recht. En die is dus gevallen. Ja. Maar als je nou valt, dan moet je nog doorrollen. En dan doet die. Kijk, dan ga je door op die schouder. Ja. En dan rolt die zo op die andere schouder. En dan kom je daarna op je voeten terug neer. En dan kun je gaan staan. Ja. Dus je rolt van de ene schouder naar de andere. En het is zo, bij judo heb je een schouderrol, geen koprol. En als je bij turnen pakt, ga je recht over het hoofd. Dat is turnen, dat is een koprol. Maar bij judo ga je niet over de kop, maar over de schouder. Je hoofd raakt dan ook niet die mat, de vloer. Die is vrij, omdat je van de ene schouder naar de andere schouder kantelt. En dan kun je zo op je voeten komen. Ja. Elisabeth, is Wim Geelhoed een andere judo-trainer dan alle anderen die jij hebt meegemaakt? Ja. En waar zit hem dat in? Nou, onder andere in dit. Dus het idee van hoe je moet vallen. Gaat het erom dat het veilig is. Dus voor Wim, correct me if I'm wrong, zeg maar als het niet goed is. Maar alles gaat om de veiligheid en om wat eigenlijk wiskunde of natuurkundig logisch is. Ja. Dus op het moment dat je rolt, wij krijgen vanuit de rest van Nederland, hebben we geleerd dat je dan met een gestrekt been, zo doen ze dat in Japan dan ook, hè, met een gestrekt been de grond raken. En dan lig je dus eigenlijk niet zo, maar dan lig je dus met dit been gestrekt. Mag ik hem buigen? Ja, doe maar. Dan lig je dus met dit been gestrekt en die, zeg maar, zo. Ja, val je plat. Ja. Maar dan val je dus plat. Nou, hier vandaan ga je nooit meer die rol kunnen maken en ook niet meer hier overheen kunnen, want dat is dus helemaal plat. Ja. En bij Wim, die heeft juist voor de veiligheid
ik laat hem weer... Ja, nee. Die heeft juist als doel gehad, alles moet veilig en je moet eigenlijk weer zo terug op je voeten kunnen. Want het is ook een beetje een verdedigingssport en een spel. Je moet weer terug op je voeten komen. Maar heb jij onveilige situaties meegemaakt? Ik vind dus dat Elisabeth vertelt het heel logisch en mooi. Dat ze teken dat ze het dus goed geleerd heeft. Dat van ze, jou? Ja, maar ze snapt het ook. En dat vind ik prachtig van haar. Ja. Ze legt het heel mooi uit. Ja, en ben jij dan van plan, want je wil nu zelf coach worden, om een type Wim Geelhoer te worden? Of leer je van al je coaches? Wat is een goede coach in het judo? Mag ik die vraag even parkeren? Ja? Want ik kom er graag op terug. Maar eventjes, want je stelde de vraag, heb je wel eens onveilige situaties meegemaakt? Ja. Nou, sowieso heeft Wim al zelf al heel veel onveilige situaties meegemaakt. Maar daar mag hij zelf iets over zeggen. Maar ik heb op straat ook wel eens een keertje een onveilige situatie meegemaakt. Als je valt van je fiets, als je struikelt ergens over. Of tijdens de gymles ben ik wel eens een keertje met mijn voeten ergens achter blijven haken. En toen moest ik echt wel een judo-rol maken. Nou, als je zo terechtkomt, geloof mij, dan heb je echt wel pijn. Dus je wil eigenlijk dan de manier zoals je hem hebt geleerd weer terug doorrollen, omdat dan de snelheid van de rol gaat dan gewoon door in die energie, die heb je. Dus en dan sta je weer op je voeten en dan ben je veilig, in plaats van dat je zo plat neerkomt en alle energie eigenlijk door je lijf heen gaat. Nu naar de vraag over de coach zijn. Ja. Wat maakt een goede judo-coach voor jou? Nou, ik ben van mening dat de manier, de methode van Wim en de training van Wim is iets anders als topsport. En dat maakt het heel lastig. Ik denk, zoals Wim, dat is mijn mening, zoals Wim er naar kijkt, is dat hij het lichaam en geest ontwikkeld en het ontwikkelen van jonge kinderen tot aan volwassenen ook kunnen dit ook. Maakt eigenlijk niet uit welke leeftijd. Dus de methode van Wim, het judo van Wim, is voor alle leeftijden. Ja. Top judo, met alle respect, is niet voor alle leeftijden. Nee, ja, dat heb je gelijk. Dan breek je gewoon af. Ja, ja, dat klopt. Klopt. En dat maakt het heel erg lastig. Om nou te zeggen, want er zitten al andere elementen in het topjudo. Ja. En dat kunnen we helaas niet vergelijken. Nee. Tot slot over jouw carrière als coach die eraan komt, Elisabeth. Wil jij ook daarmee naar de Olympische Spelen of weet je dat nog niet? Dat weet ik nog niet. Ik moet nog even bedenken. Ik vind dit soort ideeën namelijk ook heel erg mooi. Maar ik denk niet dat je ze allebei tegelijkertijd kunt doen. Dus ik moet daar... ik ben op onderzoek. Momenteel ik doe de Master in Coaching aan de Johan Cruijff Institute. En ik merk dat dat is een bepaalde reis die je gaat doen met collega-klasgenoten. En een van de dingen die ik graag wil ontdekken is, nou, wat heb ik in mijn mars? We gaan verder met de prijsvraag. Vorige week werd de vraag gesteld door Julius Bliek. Hij geeft nu het antwoord. Vorige week stelde ik jullie de vraag welke trainer mij heeft laten debuteren bij FC Dordrecht. En dat was natuurlijk Gerard de Nooijen. En dat wist Martin Jansen uit Vlissingen. Gefeliciteerd, het Omroep Zeeland verrassingspakket is deze week voor jou. Tijd voor een nieuwe vraag, gesteld door Nancy van der Ven. Op mijn motor staan natuurlijk heel erg veel sponsoren, want zonder die sponsoren zou ik nooit op het hoogste niveau kunnen rijden. Maar de vraag van deze week is welk nummer er eigenlijk altijd op mijn motor staat en wat eigenlijk bij mij hoort. En laat dat weten via een mailtje naar dederdehelft@omroepzeeland.nl. Naam, adres en woonplaats erbij. En volgende week maandag laten wij op Omroep Zeeland Sport Facebook weten wie er heeft gewonnen. We gaan verder met biljarten, want Meerten Dallinga uit Sluiskeel is al jaren de drijvende kracht achter het driebanden op topniveau in Zeeuws-Vlaanderen. Het door hem opgerichte eredivisieteam hoort nog altijd bij de top van Nederland. En volgens de beste Zeeuw in dat team, Jean-Paul de Bruin uit Hulst, is de rol van Dallinga heel belangrijk. Ja, hij is heel belangrijk. Hij is natuurlijk de dragende factor achter ons bestaan. Hij is al jaren de trekker om professioneel biljart in de Sluiskeel te kunnen realiseren. Waarvoor namens ons, dat weet ik zeker, namens het hele team, een hele grote dank. Onmisbaar? Ja, zeker. Zonder Meerten hebben wij geen topbiljarten. Ja, mooie woorden van Paul de Bruin. Ja. Vanaf wanneer ben jij er al mee bezig, Meerten, bij dat biljarten in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, dat is weer al een aantal jaar natuurlijk. Ik ben, dacht ik, in 2005 begonnen met de eerste wereldbeker. Ja. En waarom trok die sport jou zo? Heeft dat altijd al... Nou, dat komt dan weer door Jean-Paul de Bruin. Maar die heeft mij erbij getrokken.
En die heeft gezegd van, ja goed, jij organiseert wel eens wat. Dus misschien is het wel wat om eens een keer zo'n wereldbeker te organiseren. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Ja, en dus hadden we vele jaren topbiljart in de wereldbeker in Sluiskeel. Zelfs een WK. En toen stopte het. Waarom was dat? Het geld was op. Ja. Ja, we hebben 5 wereldbekers gedaan. Dat was natuurlijk al ja, heel bijzonder. Maar ik kreeg ook als slagroom op de taart, kreeg ik natuurlijk, als de kerst op de taart moet ik zeggen, dat WK erbij. En ja, dat heeft zoveel gevraagd van ons. In dat jaar is dat bestuur van mij, dat is echt 2 jaar ouder geworden. Ja, ja, dat was echt een gigaklus. Ja. Echt, omdat we dus geen locatie hadden. Hè. We moesten zelf een locatie bouwen in dat park bij ons. En we kregen met heel slecht weer te maken, net in die periode. Dus ja, dat heeft zoveel gevergd. Dus na dat WK is echt eens eventjes tot rust komen. En dan sleept dat door. Hè. Dan pik je dat niet immer zo gauw meer terug op. Maar nu is de energie weer een beetje terug, begrijp ik net aan het begin van de uitzending. Nou, je zou zeggen, dan ben je misschien uitgerust. Dus dat, ja, dat is ook wel zo. En ja, dat kriebelt altijd natuurlijk. En ik heb altijd nog overal die goede contacten. En er is nu veel gebeurd in de biljartwereld. Hè, met Jean-Paul en Frederico Dron die bij mij spelen. Die hebben een contract nu in Korea gesloten met een nieuw opgerichte bond. Dus er is heel veel... en van hun is er ook interesse om naar Europa te komen. Dus die zijn ook aan het proberen, die hebben ook bij mij aangeklopt van kan je wat voor die bond doen? Ja, daarnaast heb ik altijd een geweldige relatie gehad met de UNB. Dus met de wereld. Die nu hebben gezegd tegen Frederik Coudreau en Jean-Paul de Bruin, jullie hebben in Korea getekend, wij staan daar niet achter, dus jullie mogen de wereldbekerwedstrijd niet meer spelen. Nee, dat klopt. Dus die zijn geschorst voor de UNB. Ja. Ja. Dus er zijn meerdere belangen die dan spelen. Ja, er zijn meerdere belangen. Ja. En het wordt nu ook een geldkwestie. Het wordt nu ook aangeboden met bepaalde faciliteiten. Die kosten moeten wij dan niet meer dragen. Dus het wordt voor de organisator wordt dat interessanter natuurlijk. Ja. Dat je niet meer zoveel op moet gaan hoesten. Ja, en denken we dan al aan 2020, 2021 of is dat enthousiast? Op z'n vroegst is dat 21. Ja. Op z'n vroegst. Oké. Okay. Want er is, vooral voor de UMB speelt dat nu, dat een WK wat dus in Frankrijk gespeeld gaat worden in 21. Die organisator die komt niet overeen met de bond. Dus de bond zit nu met dat WK een beetje in de maag. Ja, er zullen wel meer organisators zijn die het willen organiseren. Maar ja, zijdelings ben ik wel gevraagd om, kun je eens kijken of dat bij jullie weer mogelijk is. Kijk, maar dan hebben we het over een WK. WK, ja. Ja. Oei, ja. Dat is weer... Dat is gelijk weer de top. En dat bestuur is ook nog gewoon hetzelfde wat jullie nu hebben? Of is het bestuur hebben we nog wel. Het bestuur hebben we wel. Alleen we hadden altijd een hele groep met vrijwilligers. Die allerlei hand- en spandiensten doen en zo. Dat moet weer opgebouwd worden. Maar dat waren ook allemaal gepensioneerde mensen. Ja. Ja. Dus daar is maar de helft van is er maar meer in leven. Jullie hebben nog het Eredivisie-team ook in Sluiskeel. Is dat nog jaren houdbaar op dat niveau? Of kost dat ook heel veel geld? Of is dat elk jaar weer proberen om het voor elkaar te krijgen? Het is ook afhankelijk van sponsoren natuurlijk. Maar dat ziet er nog wel gezond uit. Kijk. En we hebben natuurlijk een fantastisch team. We zijn ook diverse keren kampioen van Nederland geweest. Ook met dit team wat nu bij ons speelt. Ja. En we hebben zelfs een keer de Europese titel gepakt. Ja. Dus we doen mee op topniveau. Het driebanden hart blijft kloppen in Sluiskeel. Wij gaan tot slot van dit programma naar het moment van de week van onze razende reporter Frans van Pagé uit Ierseke. Hij was woensdag bij de wedstrijd Goes onder 23 tegen Arenskerken. En zag daar Jasper Westplaten van Arenskerken een geweldige goal scoren. Nou, ja, die zit er dan eens mooi in, zeg. Was dat Jasper Westpleten? Jasper Westpleten, die ramelt hem wel even in de bovenhoek. Man.
Hoe doe je dat dan, jongen? Waarom doe je het niet vaker? Dan hoef je helemaal geen combinaties te maken en zo. Ik had hem nog niet aanstaan. Ja, tuurlijk wel. Een schitterende goal op kenmerkende wijze door Frans becommentarieerd. Vanaf deze plaats wil ik Frans hartelijk bedanken voor zijn bijdragers van de afgelopen maanden. Daarmee zit de derde helft erop. In het afgelopen jaar heb ik hier meer dan 100 gasten aan tafel gehad. Die kwamen praten over de Zeeuwse sport. Het was een eer om ze allemaal te kunnen ondervragen. Dank aan al die gasten en ook dank aan de gasten van vandaag voor de komst naar de studio. En aan u natuurlijk voor het kijken. In het nieuwe jaar zijn we er op zondagavond nog wel gewoon met Omroep Zeeland Sport. Dus dan zie ik u graag weer. Voor nu nog een hele mooie avond.